De Noorse kroonprins Hakon, 50, heeft een update gegeven over de gezondheid van zijn vader, koning Harold, 87. Woensdag deelde Hakon met journalisten dat er enige verbetering is in de gezondheidstoestand van de koning. We hebben vanmorgen met mijn moeder en vader gesproken, het lijkt erop dat zijn gezondheid iets verbeterd is, zei Hakon volgens persbureau Reuters. Hij voegde eraan toe dat zijn vader nog steeds rust nodig heeft, maar dat het wel beter met hem gaat. Het Noorse Hof meldt dat Harold nog enkele dagen in het ziekenhuis in Maleisië moet blijven. De persoonlijke arts van de koning bevestigt dat hij aan het genezen is van zijn infectie, al dus het Hof. Dinsdag werd bekendgemaakt dat Harold tijdens zijn vakantie in Maleisië een infectie heeft opgelopen, wat resulteerde in zijn ziekenhuisopname. De koning ontvangt daarna verluid goede begeleiding. Harold heeft al geruime tijd gezondheidsproblemen. Eerder deze maand had hij te maken met een luchtweginfectie, een aandoening waar de Noorse koning vaker mee kampt. Ook maakt hij gebruik van wandelstokken.